Oké. Goed. Ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. Je wilde het hebben over het klimaatprobleem. Om te beginnen, wat is er met jou gebeurd? Niks belangrijks. Eigenlijk hoeft niemand te bewijzen dat er geen klimaatprobleem is. Dat is omdraaien van de bewijslast. Maar helaas, omdat de voorstanders van het idee dat het klimaat verandert door de mens over die vraag heen stappen, worden de mensen die het daar niet mee eens zijn, die worden ertoe gedwongen om er toch iets over te zeggen. Ja, de natuur verandert. Dat zie je toch ook. Het weer van vroeger, dat hebben we niet meer. Er is echt wel iets aan de hand. Het klimaat veranderde ook voordat de mens er was. Dat is dus niet iets van de laatste tientallen jaren. Waar je ook eens naar zou kunnen kijken is vulkanische activiteit. Want bij een vulkaanuitbarsting komt er een enorme hoeveelheid zwaveldioxide vrij. En dat is een gas wat wolken promoot. Een andere is de zonactiviteit. Want de zon schijnt niet altijd evenveel. En dat is heel belangrijk voor klimaatmodellen. Het is niet voor niks dat zoveel wetenschappers het erover eens zijn, hè? Wat wordt daarmee bedoeld? Wetenschappers? Neurologen? Sociologen? Geologen? Of zijn het alleen maar klimaatwetenschappers? Want die zijn afhankelijk van het probleem, financieel. Probleem weg, vak weg. Dus hun eindconclusie, die zou ik niet zo zonder meer aannemen. Dat betekent niet dat we wel naar hun argumenten kunnen luisteren. Er is met computermodellen is aangetoond dat we de komende 100 jaar temperatuurstijgingen krijgen als we verder niks doen. Ja, computermodellen die het weer over 100 jaar moeten voorspellen, die het afgelopen 10 jaar de afkoeling niet hebben zien aankomen, wat heb je daaraan? Dus een model, dat is prima. Je moet wel even aantonen dat die ook werkt. Het is gewoon aangetoond, en dat weten de kijkers thuis ook, dat de temperatuur is gestegen. Heb je wel eens gezien hoe die meetgegevens worden verzameld? Van die kleine weerhuisjes die destijds zijn neergezet om het weer van morgen mee te kunnen voorspellen. Maar niet het weer voor over 100 jaar. En ga eens even kijken in wat voor een omgeving ze staan. Bij dampende waterzuiveringen, op gloeiend hete daken of op het eind van een startbaan zoals in Rome. De omgeving rond die weerhuisjes is in de loop van de tientallen jaren veranderd. En dus is de meetonnauwkeurigheid, die diskwalificeert deze gegevens voor gebruik in een computermodel. Garbage in, garbage out. Ja, dat is niet de enige manier waarop gekeken is naar de temperaturen. Nee, van houtringen en ijskernen, daar krijg je betrouwbare gegevens van. En dan nog iets, voor een planeet die 4,5 miljard jaar bestaat, wordt dan gekeken naar de laatste 1000 jaar in de grafieken. En dan wordt nog de kleine ijstijd en de middeleeuwse warme periode worden uit de grafieken geslapt. Nou ja, gelukkig werkt de wetenschap zelfzuiverend en je kunt altijd een theorie aanvechten. Ja, is dat zo? Want de gevestigde orde van de klimaatwetenschappers, dat wordt gevormd door een groep lieden die financieel en psychologisch afhankelijk zijn van het voortbestaan van dit probleem. Probleem weg, vak weg, nogmaals. Dus zo zie je dat nieuwe inzichten en kritiek actief wordt tegengewerkt vanuit deze groep. Daar ging het ook over eind 2009 in wat is gaan heten Climategate. Al die e-mails die toen uitlekten vanuit dat klimaatinstituut in Engeland. Weet je nog? Ach, dat heeft milieuminister Kramer heeft dat uitgezocht. Dat bleek gewoon loze alarm. Niks aan de hand. Ja, wie zegt dat? Heb je die mails zelf bekeken? Want Kramer had in eerste instantie helemaal geen zin om hier onderzoek naar te laten doen. Want ze had inmiddels 50 miljoen euro vrijgemaakt voor het opzetten van de klimaat
instituut in Utrecht, bij de universiteit. En dan mag jij even raaien wie daar nu de directeur van is. Kramer. Bingo. En Kramer had elders ook verstrengelde belangen. Want in het begin van de laatste kabinetsperiode Balkenende gingen alle ministers 100 dagen op schoolreisje. En Kramer ging daarin naar Philips. Nou, toen ze weer buiten op de stoep stond, riep ze de banvloek uit over de gloeilamp, die inmiddels in heel Europa verboden is. Wat het verhaal niet vertelde, is dat mevrouw Kramer in de tijd vanuit TNO gedetacheerd was bij Philips. Dat is toch interessant, hè? En die smeltende gletsjers dan? Dat zou best kunnen. Maar als je foto's vergelijkt van gletsjers, bijvoorbeeld uit 1970 en dezelfde gletsjer in 2000, dan zie je dat die gesmolten heeft. He? Maar pak dan dus ook een foto erbij uit 1900 en 1940 en dan zie je dat die dus ook al aan het smelten was. Dat is dus liegen met statistiek. We komen uit de kleine ijstijd en we warmen sowieso iedere 100 jaar, ik geloof, 0,6 graden op. Dus er is niet zoveel aan de hand. De ijsberen, daar gaat het ook niet goed mee. Ah ja, de ijsbeer. Nou, het zou om te beginnen al helpen als daar niet op gejaagd werd. Want dat is de grootste bedreiging. En 4000 jaar terug lag er geen ijs op Groenland. Er was zelfs landbouw. Heeft deze soort zich in de loop van deze kleine periode ontwikkeld? Ik geloof het niet. Werk je soms voor de olieindustrie? Wacht even. Ik noem je net een rij staalharde argumenten waar je niet van terug hebt. En nou deze verdachtmaking? Nou, zo gek is dat toch niet? In de VS is het de olieindustrie die de klimaatontkenners financiert. Zo vuil wordt er dus gespeeld. Klimaatontkenners. Net zoals holocaustontkenners. Dat zeg ik toch niet? Nee. Je kunt nog wel naar iemands argumenten luisteren, ook al wordt hij betaald door de tegenpartij. Laat dat nou eens doordringen. Ten tweede, die oliemaatschappijen die draaien gewoon leuk mee in het circus emissiehandel. Ze kregen destijds emissierechten met het verzoek om toch vooral energie te gaan besparen, want dan konden ze die rechten gaan verhandelen. Gratis geld. Op onze kosten. Wederom. En ondertussen hebben die oliemaatschappijen vele patenten op hun naam staan. Patenten van technologie waarmee we in één klap bestaande technologieën veel zuiniger kunnen maken. Als voorbeeld Shell had in 1972 een autootje gemaakt wat 1 op 159 reed. Waar is dat ding nu? En General Motors had destijds de EV1 gemaakt, de elektrische auto. Die hebben ze ook weer allemaal van de weg afgehaald, want ze waren geleased, niet verkocht. En wat ze uiteindelijk deden, al die autootjes zijn vernietigd. Het patent voor de accu in die auto, en dat is belangrijk, hebben ze toen verkocht aan Texaco, een oliemaatschappij. Nee, die oliemaatschappijen die willen er alles aan doen om te voorkomen dat er echt energie bespaard wordt. En ze hebben er vrede mee. Ze vinden het prima als de focus wordt gelegd op CO2-reductie en een of ander klimaatspook waar we het nu over hebben. We moeten toch wat doen. We kunnen zo niet doorgaan. Ja, prima. En wat zijn dan je doelen? Als je het op energiebesparing wilt, als je op energiebesparing wil inzetten, dat is prima. En dan wordt het ook tijd dat we al die groene technologie ook in hun totaal gaan beoordelen. Want op dit moment wordt er net gedaan alsof een windturbine gewoon maar uit de lucht komt zetten. Terwijl daar is ook energie voor nodig geweest. Dus beste kijker, ik hoop dat het duidelijk is. Dat klimaatprobleem is niet bewezen. Hoeven we dus niet meer over in te zitten. En als we ons eens gaan richten op energiebesparing in plaats van CO2-reductie, dan levert dat waarschijnlijk nog eens een keer wat op.
Bedankt.